Zo, dan loop ik hier op een gewone doordeweekse dag met een taart in mijn handen. Voor de meest legendarische tweeling die PSV ooit gekend heeft. Moet je kijken wat een prachtige taart dat het is. Willy en René, 60 jaar. Want het gaat natuurlijk om Willy van de Kerkhof en René van de Kerkhof. Is de taart lekker? Ik vind het voor wel. Nou maar hopen dat zij het ook vinden. We gaan hem nu brengen. De taart, daar gaat natuurlijk alles om. Want ja, als je jarig bent, krijg je taart. En zo hoort het. Willy en René van de Kerkhof zitten hier aan de tafel. Heren, goeiedag. Alvast gefeliciteerd met jullie 60-jarige verjaardag. Ik zou willen dat jullie even heel goed kijken naar de beeld, de foto die hierop staat. En dan 88. Komt natuurlijk de onvermijdelijk. Jij weet al wanneer het was? 88, afscheidswedstrijd voor Willy. Dus dat was niet zo'n probleem. Hè? Ik denk de eerste afscheidswedstrijd die in het PV-stadion überhaupt plaats heeft gevonden voor een voetballer. En ja goed, als je dan 15 jaar bij een club zit, ja, dan denk ik wel dat je dat ten volle met alle recht en respect verdient hebt. Op de schouders van Søren Lerby en Gerald Vanenburg. Willy van de Kerkhof die verder gaat met zijn maatschappelijke carrière. Ja, dat was het meest emotionele moment eigenlijk uit mijn carrière. Een afscheid van iets wat je 18 jaar geweldig graag gedaan hebt. En ja, op een gegeven moment komt er een einde. En dat was toen op 28 september 88. En namens Voetbal in het Nederland, Willy, bedankt. Het allermooiste moment is natuurlijk het eerste moment waarin je kampioen wordt. Dat was thuis tegen FC Den Haag in 1975. Je doet je ogen dicht en dan zie je nog hoe het publiek tekeer ging allemaal. Wie droomt daar niet van om een carrière bij PSV? Nou, die kans kregen wij in 1973. En die hebben het ook met beide handen aangegrepen. En ja, je ziet het waar het in geresulteerd heeft. Een tweeling die een jaar of 10 lang bij PSV de mooiste momenten eigenlijk van PSV-carrière meegemaakt hebben. René van de Kerkhof weer zelf. En hij heeft gelukt nu, want hij komt erdoor en hij scoort. René van de Kerkhof. Die 13 jaar die we samen gespeeld hebben, was een fantastische periode natuurlijk. De opbouw bij Twente. En natuurlijk dan de resultaten bij PSV, de kampioenschap, Europees kampioenschap, Nederlands elftal, et cetera, et cetera. Rechterhand vasthoudt, voordeel, zegt de keizer René van de Kerkhof. De Europese wedstrijden, staat nog iets bij Bastia thuis bijvoorbeeld? Ja, thuis 3-0, het eerste doelpunt van Willy dacht ik. En een ander doelpunt van de Kuil en van Gerry Dijkert. Nou, dat was het moment van PSV natuurlijk, de eerste Europese beker. Die we überhaupt halen in de UEFA Cup. Nou, zal ik hem jou geven? Ah, oh, dankjewel, Brugge. Nou, René, meteen aanvallen. Ik ben benieuwd hoe je ervan vindt. Dus dat moet wel, hè? Zo is dat. Gewoon als een blinde, dat was je bijnaam. Hup, naar binnen. Hup, aandakken. Gewoon heerlijk. Hey, René, het is in meerdere opzichten vandaag voor jou een heel bijzondere dag, hè? Vertel eens. Ja, ik ga vandaag ook trouwen. Met Jan. En we kennen elkaar. We wonen al 7 jaar bij elkaar. Na onze scheiding zijn we bij elkaar gekomen. En het was vandaag voor ons een fantastische dag natuurlijk. We hebben al een beetje taart op. Vanmiddag zal rijkelijk de champagne wel vloeien, denk ik. En Willy is er vanmiddag ook bij. En we gaan er vandaag een fantastische dag van maken. Met onze 60e verjaardag en ons huwelijk. En dan hopen we met wat vrienden en kennissen vanavond uitgebreid te vieren. Geniet nog van jullie verjaardag. René, geniet nog van de bruiloft. Daar gaan we en maak er een mooie dag van. Ja, dat gaan we zeker doen. Dank je wel.